onze laatste gast voor vandaag. Niemand minder dan DC Nerkus. Hi DC, je lavatory. U bent de laatste tijd heel veel op tv. Er zijn heel wat vragen aan u gesteld. Goed de kijkers steeds. Alle mensen die hier zo hard werken, iedereen gegroet. Gado Sigi. Dat is belangrijk. Agado Sigi en onvergeten. Belangrijk nog is wat er actueel speelt. En dat is dat u zojuist de loting heeft gehad van de partij Volgorde voor de komende verkiezingen. Hoe is dat gegaan? Ik denk dat het zeer naar tevredenheid van de verschillende politieke partijen is gegaan. We hebben een systeem overgenomen van Nikeri. Dat we hebben gehanteerd en we zien dat het zijn vrucht heeft afgeworpen. We hebben geen boze gezichten gezien toch? En overvloedige boosheid. Dus we hebben meer blijheid gezien en overvloedige blijheid. Dus ik denk dat het naar tevredenheid is gegaan van alle politieke partijen. Oké, en hoe is die volgorde? Kent u dat uit het hoofd? Oh, wacht even, dan moet ik even. Ik had het doorgestuurd. Even dus 1 minuutje. Ja. En hoe is u dat van de andere districten heeft? We hebben een paar. Ik heb van Paramaribo is de volgorde. Ja. Stree, SPA, PL, Pro, SDU, A20, DA91, NDP, Palu, Do, ABOP, VAP, BEP, VVD, NPS, HVB en de Nieuwe Wind. Oké, en 17. Ja. En wil de andere district ook horen? Ja. Wat ik nu binnen heb is Marowena, is het PEP, HVB, A20, NPS, Pro, VAP, SPA, ABOP, VVD, NDP. En dan heb ik nog, wat is dit? Moet zijn, oh ja, dit is PARA, is het BEP, DO, HVB, VVD, A20, Pro, ABOP, SPA, DA91, VAP, NPS, NDP. En daar hebben we dan Kommerwijnen in volgorde, naar beneden. Stree, DA91, VAP, HVB, NPS, SPA, PL, DO, A20, NDP. En wat hebben we nog? Moet er nog eentje zijn, volgens mij Nikeri moet ik nog hebben, ja. Nikeri is PL, A20, NDP, VAP, NPS, HVB, DA91, SPA. Geweldig, dus en deze informatie wat we hebben van de verschillende districten al in de groepsapp gezet. Mm-hmm. Dus de andere van mij, Wanika, is vanmiddag. Dus, maar vandaag, uiterlijk vandaag, hebben alle politieke partijen, hebben alle districten dat gedaan. Toch? En misschien, als je me toestaat, wil ik 1 ding uit de wereld helpen. Zodat mensen niet meer naar geruchten luisteren en zich niet in de mist laten gaan. Er is in het verleden door enkele van de politieke partijen die ook deelnemen, exponenten daarvan gezegd dat en ook met voices door op apps enzovoorts, dat er stembiljetten gaan naar het binnenland voor fraude. Toch? Mensen, na vandaag, nu pas gaan de stembiljetten worden aangemaakt. De volgorde moest van de politieke partijen? De volgorde van de politieke partijen moest eerst worden vastgesteld. En de wet en regelgeving hebben een procedure, toch, hoe dat gaat. Dus gaat u niet af op mensen die een aanslag proberen te plegen op uw verstandelijk vermogen. Toch? Laat hun in hun waarde en neemt u de informatie van de juiste instanties. Alleen dat u niet in de fout gaat door ook het verkeerde mede te delen aan de mensen. Het is niet correct wat de mensen hebben gedaan, toch? En nu is de tijd hier, is de juiste tijd om aan te geven. De politieke partijen gaan vandaag, hebben vandaag en vandaag over in alle districten hun plek op het stembiljet trekken. Waar gaat de partij staan, in welke nummer volgorde? Toch? En nu pas gaan de stembiljetten worden aangemaakt. Dus dat wilde ik even stressen naar de samenleving toe, omdat het me echt gehinderd heeft. En soms worden bepaalde dingen gezegd die totaal niet waar zijn. Toch? Waardoor de bevolking in oeverloze discussies komen met elkaar. En sommige mensen ruzie krijgen met elkaar. En het is niet goed. Toch? En daarom doe ik een beroep van hieruit op de samenleving. Om niet te luisteren naar mensen die aan politiek stemmenmakerij doen.
alleen om het werk van de hoofdstembureaus en de stembureaus en het ministerie van Binnenlandse Zaken en het CRS in de waar te gooien. Toch? OKB is bij deze gewoon observer. Toch? Maar om het werk van de mensen die werken niet in de waar te gooien en mensen met een vooroordeel naar de werkenden te laten kijken. Het is niet correct naar hun toe. Het is niet correct naar de mensen zelf toe. Dus AUB, neem als u wat hoort dat niet goed is, of dat waarbij u denkt, nou, dit is nog kan, of wat man vertelt, wat staat zomaar voor jullie op. Toch? Cross-checkt u met de juiste instanties. Gaat u niet af op mensen die een aanslag willen plegen op hun verstandelijk vermogen om daarmee politiek gewin te hebben. En wat zou de juiste instantie zijn? Als if one Sunday, one Korrigparati? Kan u gaan naar de hoofdstembureaus van de verschillende districten, wat de verkiezingen betreft. U kan contact opnemen met Binnenlandse Zaken, u kan ook contact opnemen met CBB, toch? U kan contact opnemen met CAS. Dat zijn de instanties die belast zijn met de werkzaamheden, toch? Het OKB is als toezichthouder, toch? Maar de juiste instanties wat betreft de werkzaamheden, toch? En die kunnen u alleen de informatie geven van omtrent de werkzaamheden. Zijn de hoofdstembureaus in de verschillende districten. Toch? Het Centraal Hoofdstembureau. Toch? Het Ministerie van Binnenlandse Zaken. En ook een onderdeel van het Ministerie van Binnenlandse Zaken. Dat is de CBB. Toch? Nergens anders. Gaat u alsjeblieft niet bij iemand die toevallig denkt spannend te zijn. En u verkeerde informatie geven. Oké, nu ben ik burger. Meer een gerucht, want zijn contact volgt, want zijn koffie via app. Je krijgt dingen doorgestuurd, je luistert en je vraagt je af van, is dit wel waar, jongen? Zoals u aangeeft, de juiste instanties heeft u net aangehaald. Maar is mijn bellijk burger? Zal die informatie niet aan mij verstoken worden? Zal mij niet gevraagd worden op basis waarvan wilt u dit weten? Of is die info voor iedereen die beschikbaar? Die info, de werkzaamheden zijn transparant, zijn open. Toch? We houden niets achter. Toch? Als u wat wil weten, neemt u contact op met het hoofdstembureau van dat district waar u bent. Toch? Of gaat u naar het commissariaat, want de commissariaten zijn ook belast. Toch? De DC is er, de secretarissen zijn er, toch? Die ook met het werk bezig zijn. Die gaan u de juiste informatie geven. Toch? Neemt u geen informatie van mensen die niet weten, toch? Wanneer. Wat het verschil is tussen een linkerhand en een rechterhand. Het is niet correct. U gaat in dezelfde Babylonische spraakverwarring terechtkomen. Zo is dat. En nu zie ik mensen, dus als je in de verschillende buurten kijkt, zie je mensen al in shirts lopen van verschillende politieke partijen. Zijn mannen het doen eigenlijk? Dus dat zijn de propagandisten van de verschillende politieke partijen. Dat is normaal. Dat is all in the game. Mensen gaan om de mensen te enthousiasmeren met een mooi woord, zoals men zegt, om voor op een politieke partij te stemmen. Dus mooi tori. Maar dat is aan de werk. Wat we gaan krijgen, we hebben de stemming gehad. En het eerstvolgende dat wij als hoofdstembureaus moeten doen, is colportage. En colportage is het bestellen van de oproepingskaarten aan de mensen die op de dag van de stemming hun stem willen uitbrengen op een politieke partij. En er is een volgorde. Als eerste in het land moet dan de president krijgen. Toch? Die krijgt dan morgenochtend zijn stemkaart. Toch? Na de president is het dan de vicepresident die de stemkaart krijgt. En na de vicepresident is het de voorzitter van de Nationale Assemblée. En daarna gaan we dan landelijk door, waardoor in alle districten toch, wij gaan starten om de stemkaarten uit te rekenen, de verschillende commissariaten. Dus het verdelen van de stemkaarten, daar wordt morgen begin. Daar wordt morgen gestart. Eigenlijk het werk van de colportage is sinds de afgelopen week gestart. We hebben avonden doorgewerkt, want je krijgt de kaarten uit. Dus wanneer Binnenlandse Zaken bezig is te printen, CBB bezig is te printen, dan hebben we dan mensen daar. Wanneer ze geprint zijn, worden ze in dozen gezet. Wij hebben Paramaribo Noordoost heeft 77.500 zoveel kaarten gehad. Paramaribo Zuidwest heeft 89.000 zoveel kaarten gehad. Saramaka moet volgens mij of 35 of 17.000 zijn. Nee, Wanika is... En waar gaat dit grote aantal kaarten? Want u noemt zijn de verschillende... Mensen. Zijn de mensen. Okay. Paramaribo Noordoost, de vijf resorten van Paramaribo Noordoost die onder deze Nelkus vallen, daar zijn er 77.500 mensen die mogen stemmen.
Toch? En die mensen krijgen vanaf morgen hun oproepingskaart om te gaan, om te kunnen stemmen. Toch? De volgorde is president, vicepresident, voorzitter DNA en dan de rest. En dan landelijk. Toch? Men moet één in rekening houden. Toch? Laat niemand u zeggen, dat is ook weer een van de dingen. Als u nu gaat stemmen, gaat je stem toch naar de regeringspartij. Toch? Is niet waar. Als je niet gaat stemmen, gaat het naar de oppositie. Is ook niet waar. Als je niet gaat stemmen, dan telt je stem niet. Je stem telt gewoon niet. Toch? De mensen die hebben gestemd, daaruit wordt er geteld. Zoveel stemmen. Voor, als er 100.000 komen, is er 10 voor Pietje Puk, 10 voor Klaasje, 15 voor Jacqueline. Zo gaat het. Toch? Wie niet gestemd heeft, telt niet mee. Dus laat niemand u wijs maken doordat u niet gaat stemmen dat de winnende partij of de zittende regering of die, die krijgt alles. Het werkt niet zo. Ja. Indien u niet gaat, telt u niet mee. Oké. En maar hoeveel tijd hebben de colporteurs om dus die oproepingskaarten te distribueren? Okay. Want er wordt, neem ik aan, huis aan huis gegaan. Ja, huis aan. Het is een fase. Toch? Wij hebben de eerste fase is 2 weken. Toch? En dan hebben we dan teruggekomen voor 1 week. En daarna worden de stemkaarten op de verschillende bestuurskantoren en commissariaten in de verschillende resorten, in de verschillende districten gezet. Waar dan kunnen dan de mensen dan hun oproepingskaart gaan halen. De oproepingskaarten worden gesorteerd per stembureau, per straat, per huis, naam enzovoort. Wow. En dan gaat men dan elke dag met een bepaalde hoeveelheid kaarten in een bepaalde volgorde huis aan huis om de kaarten aan te bieden. Toch elk huis wordt maximaal 3 keer aangedaan. Oké, okay, dat is goed nou. En nu als burger, nu ID-kaarten lassen, die zijn ergens? Er is een rijbewijs, er is een paspoort. Oké, okay, daarmee mag er dus? Dus je moet je zo aan elkaar legitimeren. Oké, okay, dus als ik met mijn rijbewijs of mijn paspoort ga naar het stembureau terwijl mijn actie met mijn ID en mijn paspoort of... Kijk u, in beginsel ID-kaart. Juist. Ja. Maar door de jaren heen hebben wij als Suriname is het gebruik geworden dat we het rijbewijs ook accepteren omdat die additionele informatie heeft, toch? Waarbij je dan ook de eigenlijk kan, eruit kan halen als meneer X is, mm-hmm, toch? Het paspoort heeft ook additionele informatie waaruit je kan halen dat mevrouw A is, toch? Dus vandaar dat ze dan ook gebruikt kunnen worden om je te legitimeren of om aan te geven. Ja. Weet u als er nog ID-kaarten zullen worden gemaakt voor de verkiezingen? Dus er is een verzoek gedaan, zeker vanuit het hoofdstembureau Paramaribo, aan de minister van Binnenlandse Zaken. Omdat er een aantal ID-kaarten al gemaakt zijn en de mensen moesten worden opgehaald. Okay. Maar er is een procedure waarbij de vingerafdruk enzovoort eraan gedaan moet worden. Dus we hebben ook een beroep gedaan, het is geschreven gegaan om de minister te vragen om toch te kijken met de achtneming van de COVID-regels. Toch? Om de mensen in de gelegenheid te kunnen stellen om hun ID-kaart te nemen. Ik weet niet in hoeverre het zou kunnen lukken, toch? Omdat het een hele procedure, een hele operatie is. Dus ik kan niet praten voor CBB, toch? Ik kan alleen maar vragen, toch? Zodat de mensen ook in de gelegenheid worden gesteld om hun ID-kaart. Want ik heb vanmorgen nog een aantal mensen gehad op kantoor die zeggen, deze man, mijn ID is vervallen, maar ik heb geen rijbewijs, ik heb geen paspoort, ik ben nergens gegaan, ik heb geen ID, toch? Dus vandaar met dat oogpunt, toch hebben we dan een beroep gedaan op de minister om te vragen om de mogelijkheid te kunnen bekijken. Al kan je het misschien niet maken, maar wat er al is, te distribueren. Precies. Ja, toch? Precies. Zodat de mensen zoveel mogelijk in de gelegenheid kunnen worden gesteld om hun grondwettelijk recht te kunnen exerceren door op de dag van de stemmen te gaan stemmen. Geweldig, DC. We hebben dus gehad de loting van de partijvolgorde. Dat is afgerond. Heeft u tot slot iets te zeggen aan Suriname? Wel, aan Suriname wil ik zeggen, we hebben nu een wereldwijd pandemie wat COVID betreft. Er zijn een aantal maatregelen die genomen zijn. En richting de verkiezingen worden ook nog een aantal maatregelen genomen om ervoor te zorgen dat u veilig bent.
Ook op de stembureaus gaan er maatregelen genomen worden. Dus alle mensen die werken op stembureaus, u hoeft niet bang te zijn. We gaan ervoor zorgen dat u zoveel mogelijk beschermd bent. Houdt u rekening met tussen de 640 en 900 zoveel mensen, wat Paramaribo betreft, gaan door een stembureau. Dus we kunnen onmogelijk een stembureau daar zetten, toch? En de mensen blootstellen aan. Toch? Ja. Dus samen met Binnenlandse Zaken en het COVID-team, Binnenlandse Zaken is bezig met het COVID-team, om te kijken toch, welke maatregelen genomen moeten worden toch, om dat te corrigeren. Maar dat is des Binnenlandse Zaken en het COVID-team. Zij gaan dat regelen. Toch? Dus maar onmogelijk zal u blootgesteld worden toch, aan een situatie waarbij u vermoedelijk besmet kan raken. Toch? De eerste persoon die beschermt is de persoon zelf. Inderdaad. Ja, toch? U moet de regels in acht nemen. Al met al, we gaan in een politieke strijd. Toch? De mensen gaan in een politieke strijd, politiek over en weer. Er zullen buren tegenover elkaar staan. Vader, moeder, broer, zus, oom, tantes, neef, nichten. Mensen gaan tegenover elkaar staan. Maar vergeet u één ding niet. At the end of the day, ben je en blijf je Surinamer. En maakt niet uit wie of welke partij als winnaar of welke mensen welke partijen na de verkiezingen samen gaan werken, als winnaar uit de bus komen, toch? Was er aan de man en we gaan het samen moeten doen. Dus voor de mensen die nu bezig zijn op internationaal front, dus is eigenlijk mijn mening, wat ik wil. Dus is niet als DC, niet als voorzitter of stembureau, maar als Mike Nerkus. Voor de mensen die bezig zijn toch, op allerlei fronten om het land de afgrond in te werken, alleen om politiek gewin te krijgen. Toch, doet u dat niet. Want het zou wellicht kunnen voorkomen toch, dat u misschien deel uitmaakt of dat u gaat proberen deel uit te maken van de volgende regering. En dan hebt u het land in een situatie geholpen, toch? Waarbij u zelf niet gaat weten wat u had moeten doen om het eruit te halen. Wat u wilde winnen, toch? Kijkt u wat in Guyana is gebeurd, toch? De hele regering is naar de knoppen gegaan. En kijkt u wat er uiteindelijk het deal is geweest. Wat heeft het land ervan overgehouden? Niets. Toch bijna een kruimel. Terwijl het land veel meer had kunnen krijgen. Kijkt u wat politiek gevecht met Venezuela heeft gedaan. Toch? Kijk wat politiek gevecht met Bolivia heeft gedaan. Toch? Willen wij dat ook in Suriname hebben? Toch? Ik denk het niet. Elke rechtgeaarde Surinamer wil dat niet hebben. Toch? Dus van mij een miniem verzoek. Toch? Het is niet de regering die dat doet of die minister of dat. Nee. Als wij die regering Alfa aanvallen, men vergeet ieder wie zijn nu schendt zijn aangezicht. Dus val je die regering aan, val je jezelf aan. Haal je een minister door het slijk, ga jij zelf ook door het slijk. Toch? Haal je een DNA-lid door het slijk, haal je jezelf ook door het slijk. Want hij of zij is ook Surinamer. Toch? Dat moeten we een keertje gaan begrijpen. Toch? Toch? Play politiek in playing, toch? My name did in a film. We gaan afsluiten met Ino did in a film, zei Mike Nerkus, DC. Dank u wel voor het willen kijken naar Actua op deze woensdag. Ik wens u verder een fijne voortzetting van uw week. Let u goed op uzelf. Onze eigen verantwoordelijkheid is enorm belangrijk. Dus nogmaals, je hoort het tot vervelens toe, maar houd de hygiëne maatregelen in acht. Houd u de social distance in acht. En tot de volgende Actua. Dag.